Krijgt u ook AOW? Nou, dan moet u de komende tijd maar eens even flink gaan inleveren dankzij onze nieuwe regering, onze christelijke regering. Dat vind ik onrechtvaardig met de nadruk op recht, want normaal gesproken sta ik niet zo op de barricade, maar nu laat ik mijn stem horen. Helaas is de AOW, net als van 3 miljoen andere Nederlanders, een van mijn belangrijkste inkomstenbronnen. Naast dit doucheurtje van de Nederlandse regering werk ik nog wat bij en daarom kan ik het aardig rooien. Maar ik ken ook heel veel mensen die afhankelijk zijn alleen van dit inkomentje. Die staan elke dag bij de boodschappen weer te kijken van wat de goedkoopste prijzen zijn om mee te kunnen nemen. En sommigen die lijden zelfs honger. Dat is echt onvoorstelbaar. En die zijn aangewezen op de voedselbank. Zelf werk ik sinds mijn 18e jaar en ik heb gewerkt tot bijna mijn 67ste. Dus dat is bijna een halve eeuw. En na die halve eeuw heb ik toen ook mijn eerste bijdrage van de Nederlandse regering gekregen. Dat wil zeggen, ik heb daar natuurlijk net als vele anderen daar zelf voor gespaard. Oorspronkelijk had ik in de onderneming die ik had een vette pensioenpoot opgebouwd. Maar toen ik door economische omstandigheden het bedrijf moest beëindigen, heb ik keurig netjes iedereen betaald en toen was de pensioenpot bij mij leeg. Dus ben ik net als die andere 3 miljoen Nederlanders voor een dik deel afhankelijk van dit geld. En dat is niet het geld van de regering, dat is mijn geld. Daar heb ik voor gewerkt, 50 jaar lang. Wij leven in een land waarin het economisch ontzettend voor de wind gaat. Het geld klotst zogezegd tegen de plinten van de Tweede Kamer en het Binnenhof aan. En dat wordt uitgegeven aan allerlei toekomstige doelen, met miljarden tegelijk. Dat is goed, want we moeten ook denken aan het klimaat, we moeten denken aan de Groningers, we moeten denken aan de gezondheidszorg en de cultuur, om maar eens een paar sectoren op te noemen. Maar grofweg, een kwart van alle Nederlanders, en laat ik dan iets minder, laten we zeggen 20%, maar dat zijn er toch ook nog een heleboel, die zijn voor hun inkomen, zijn die aangewezen op de AOW. Dat zijn mensen die hebben rechten op grond van het feit dat ze hun hele leven de centjes bij elkaar hebben gespaard om na een werkzaam leven nog een klein beetje te kunnen genieten tot magere hein ons komt halen. Dat is een recht dat we als AOW'ers bij elkaar hebben gesprokkeld. En ik denk dat ze dat in Den Haag een klein beetje zijn vergeten. Het gaat niet aan om dit recht met de voeten te treden. Daarom zal ik ook nooit meer stemmen op die partijen die ons dit recht hebben ontfutseld, hebben ontnomen. Ik noem VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Wat die laatste partij betreft, die hebben het geloof hoog in het vaandel staan, maar die hebben dan kennelijk hun Bijbel niet goed gelezen waar het gaat over de ouderen en de armen. En ik confronteer ze graag met een schriftwoord uit het Bijbelboek Spreuken. En in dat Spreukenboek staat in hoofdstuk 28 vers 27, wie aan de armen geeft, leidt nooit gebrek. Wie zijn ogen sluit, wordt door vele vervloekingen getroffen. Nou wens ik natuurlijk niemand een vervloeking toe. Het is het Oude Testament waarin een klein beetje anders naar die dingen werd gekeken. Maar het laatste, dat staat er natuurlijk niks voor en voor noppers, dat staat er niet voor niks. Het betekent de opdracht dat regeringen voor hun ouderen en de armen moeten zorgen. En de zorg voor ouderen is een recht en een plicht. Het is beschamend dat juist die christelijke partij die ik net genoemd heb akkoord zijn gegaan met het bevriezen van de AOW. En dat zal zich ongetwijfeld de komende verkiezingen laten vertalen in uitslagen. Dat is geen dreiging, dat is de realiteit. En daarom roep ik onze regering ook op om hier wat aan te doen. En aan u vraag ik om dit zoveel mogelijk te delen. En ik hoop dat dit stukje viral gaat, want we hebben te maken met een regering die zich hiervoor diep zou moeten schamen. Ik hoop dat u dat met mij eens bent. Dank u wel voor het kijken en veel geluk.